Oké, dan gaan we eventjes de 2-5-1 doornemen in een toonsoort E. Dus dan ga ik van deze blaadjes uit. Dus de eerste majeur. Lopen we alles even door. Dus dat betekent de eerste, Fis mineur 7. B7. E majeur 7. De volgende. De volgende. Of deze klinkt misschien wat mooier. Volgende. En de vijfde. Zo, zonder bij ree. Dan gaan we de minor langs, dus dat is het andere blaadje. Fis half minuut. B7. E mineur. Of eigenlijk die mol 9 hier. De volgende. Volgende. De volgende. Vijfde. Dus die laatste twee hebben eigenlijk dezelfde klanken. Dat klinkt qua klank eigenlijk hetzelfde. Het is alleen aan een andere positie. Oké, dan gaan we naar de C-melodisch mineur langs. De C-melodisch mineur op een B7 akkoord. Dus of je nu een 2-5-1 in majeur speelt. Of een 2-5 in minor. Je komt eigenlijk dezelfde B tegen. Dezelfde B7. Dus bij deze positie zaten we in deze B. Dus een halve hoger en vanaf die toon melodisch mineur. Bijvoorbeeld zo. In deze positie. Hier de B7 dus. Of die andere B7. Die lost op naar majeur of naar minor. In beide gevallen kun je op deze C beginnen. Eventueel die erbij. Oké, de volgende.
Dus de minor versie. Deze B7, dit is dan een B7 en mol 9 zonder grondtoon. Daar zit de grondtoon, half hoger. Ik kan even van 4 doorspelen. Vanaf deze positie. Hier is de B dus. Zo'n B. Of zo'n B. C melodisch mineur. Volgende. Versie. In beide gevallen op dezelfde C beginnen. We nu met de wijsvinger. Of kan. Deze op de G-snaar in plaats van op de B-snaar. Oké, dan hebben we ze allemaal gehad. Oké, dan gaan we de C-melodische manier toepassen. Dus ik speel een 2-5-1 in major. Dus eindig op E major 7. Maar die B7 blijft in principe hetzelfde. Als in vergelijking met de minor. Dezelfde B7 eigenlijk. Die B7 kun je dus zo gealtereerd maken zoals je wil. In de muziek komt ook vaak dit voor. Minor 7 mol 5 is een minor 2-5, alleen die oplost naar major 7. De mix tussen minor en major komt vaak voor. Met andere woorden, die B7 die blijft, zeg maar. Of het nou gewoon een kale B7 is. Of met een mol 9. Of met... Dat maakt niet uit. Oké. En op die, dus ik speel een akkoordschema minor 7, B7, major 7. Op de vies minor. En op de E speel ik gewoon iets van een AE majeur ladder. Dus bijvoorbeeld. En dit is dan het gealtereerde moment. En dan weer major, E majeur. Toonhanden van E. En weer. E majeur. En nu ga ik dus op de B7 melodische manier spelen.